Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag 9 augustus en ik ga zo meteen weg. Ik heb mijn pyjama nog aan, maar ik ga zo meteen naar Hoek van Holland met mijn ouders. En we gaan daar foto's maken voor een shoot. Voor een soort van, want ik wil nieuwe foto's, zeg maar, voor op Instagram en Twitter en Snapchat en Facebook als profielfoto. Dus ik wil wel wat leuke zomerse foto's. En ja, het weer zit in ieder geval wel al mee. Dus dat is super chill. En het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu bijna 1:30. Ik ga me even omkleden. En dan gaan we naar het strand. Want ja, het wordt super leuk, want ik wil wat nieuwe foto's hebben dus. Want mijn foto's die ik nu heb, zeg maar, die zijn even uit Groningen. Ook super leuk. Maar ik wil toch wat anders. En misschien als je deze vlog ziet, of als deze video online komt. Deze komt natuurlijk volgende week online. Hebben jullie waarschijnlijk die foto's al gezien. Of ik doe het een sneak preview. Dus dat wordt leuk. En ik plak natuurlijk wel ook gewoon de foto's in de vlog. Dus dan hebben jullie het ook gewoon al gezien. Dus ik ga me snel omkleden. Ik neem ook wat kleding mee. Dat ik gewoon wat wisseling heb. Dus ik neem gewoon een shirtje mee. Ik doe denk ik mijn outfit aan die ik gisteren ook aan had. Dus mijn lange broek. Met daaronder wel mijn slippers. Omdat ik dan wel gewoon een zomerse leuke outfit wil hebben. En mijn foto's laat ik maken door mijn zus. Dus dat is super chill. Dus ik ga mijn spullen even inpakken. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Frank de Boer met 3-0. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer zondag gaat naar de zuiden steeds meer bewolking. Morgen het oosten bewolkt. Christiane, de zon. Ik weet niet of jullie me horen. We gaan naar Rotterdam, want daar zit ook een strandje. En we hebben allebei onze Mickey pet op. I'm so fancy. Nee, we hebben hem wel goed beet. En ja, het is zo leuk om gewoon open dak in de zomer te rijden. En super chill. Dus ja, we rijden nu helemaal hier. En we gaan lekker naar het strand om profielfoto's te maken. Voor Instagram, Twitter en Facebook. Nou, dus tot zo. Strand. We gaan hierheen in Rotterdam. En daar zijn ook allemaal winkeltjes nog. En Quinty en ik zijn helemaal matchy vandaag, want we hebben allebei onze Mickey-pet op. Super mooi, ik zou hier best wel willen wonen. We gaan foto's maken voor profielfoto's en zo. En kijk, al die mensen die zijn aan het zwemmen, gezellig. En ik zie jullie zo weer. Dus tot zo! Tip, als je zoekt naar een mason jar, dan hebben ze bij de HEMA, hebben ze hem hier voor €2,50 en ze hebben super leuke dingen. Bijvoorbeeld kijk deze rietjes en deze mooie leuke servetjes en potjes en ga zeker naar de HEMA als je dit soort dingen zoekt. Ook voor van die dingen. Shakers. Super leuk. Oh, daar zijn die. Hier zijn die shakers. Ik ga zeker even kijken en het is niet duur. We hebben net een lekker ijsje op bij Verhagen. En we gaan nu even bij mijn oma langs. Dat doen we altijd op zondag. En ja, we gaan even naar mijn oma. En dan daarna gaan we weer lekker naar huis. En dan ga ik thuis de vlog editen van gisteren. En
Ja, mama heeft nog steeds haar slush. En die was super lekker. Dus we gaan naar binnen. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben nu tot lekker zo aan het chillen. Ik heb mijn Nicky pet heel even afgedaan. Want bij een pet komt er altijd zo'n randje op mijn voorhoofd. En dat is dan dat is wel een beetje irritant. En zo ziet de pet eruit. Hier staat A+ op. En dan staat hier het Nicky logo op. En hij is super mooi. En we hebben hem dus gekregen. Gisteren bij de Nicky store. En hij is de waarde van €49,95. Dus ja. Ik heb hem niet zelf gekocht, maar gewoon gekregen. Want Nicky Plessen was er gisteren ook in de bijkorf. En ja, we zitten hier een beetje te chillen. Mijn zus, mijn moeder en ik en mijn stiefvader. Die is mijn oma aan het halen. En daar komen ze. Dus ik ga de camera uit doen. Zijn we onderweg naar huis. Vanaf oma zijn we weer naar huis aan het rijden. En ik heb nog steeds die pet op van Nicky. Ik ben er echt super blij mee. Oh nee. We gaan lekker straks kipsalade eten. Vanavond gaan we weer een film kijken. Met mijn zus. En ja, ik ben helemaal blij. Dus het is een mooie dag. Het ziet er gewoon echt super mooi uit. Dus ja, ik ga weer ophangen. Dus nou, tot zo. Ik ben alweer een tijdje thuis en ik heb niet zoveel gevlogd. Dus ik vandaag, omdat het gewoon, ja. Ik zit vandaag zat ik niet zo heel lekker in mijn vel toen ik thuis was. En dat heeft niets met jullie te maken, maar gewoon omdat ik me gewoon niet lekker voelde, weet je. En nu voel ik me gewoon weer beter. Maar ik moet nog wel deze bende opruimen. Moet ik ook nog steeds doen. En ik heb... We zijn trouwens niet naar Hoeveel Holland geweest, maar naar een ander soort strandje. In Rotterdam, daar hebben jullie ook wel beelden van gezien. En er zit de hele tijd een krekel zit hier te piepen. Niet heel irritant. En ik heb nog steeds mijn cola die ik gisteren heb gehaald. Bij de KFC heb ik hier staan. Dus dit ga ik even opruimen. Ik ga denk ik niets meer boeiends doen. Ik hoop echt dat de vlog lang is geworden. By the way, ik zou dinsdag naar Antwerpen gaan. Maar dat gaat niet door, omdat Ines, ik weet niet, ik had het niet echt, we hadden wel zin, maar dan krijgen jullie eigenlijk helemaal niks aan. Grapje. Maar Antwerpen gaat dus niet door. Maar ik ga morgen met Chiara, dinsdag ga ik met ook waarschijnlijk met Chiara en dan woensdag ga ik naar Amsterdam toe. Heel vroeg naar Amsterdam. En dan donderdag weet ik niet. En vrijdag ook nog niet. En dan hebben we alweer weekend. En dan, ja. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Jullie zien het wel in de vlogs. Nou, ik ga nu even mijn kamer doen. En dan daarna ga ik de vlog van gisteren en van vandaag editen. En ik zie jullie morgen weer bij een brand nieuw vlog. Dus tot morgen. Doei doei.